is je boy Brett Raket samen met Kai. Misschien ken je ons wel van Crossgyms Trampolinepark. Daar geven wij namelijk al 5 jaar ongeveer les. En van de video's op YouTube. En vandaag een nieuwe tutorial, namelijk de pullover. De pullover. Er zijn meerdere manieren om de pullover te leren. Kai heeft zo zijn eigen manier, ik heb zo mijn eigen manier, iedereen heeft zo zijn eigen manier. Maar we gaan nu even onze manier uitleggen, toch Kai? Yes. Stap 1. Natuurlijk, voordat je de pullover gaat doen, moet je goed op je rug kunnen landen. Let op, als je de eerste keer op je rug gaat landen, spring niet te hoog. Begin gewoon lekker laag, een beetje door je knieën, mooi naar achteren leunen. Let op dat als je op je rug landt, dat je nek niet naar achteren klapt. Wat voor trucje ik daar altijd voor gebruik is, ik zorg dat mijn achterhoofd de trampoline raakt. Stap 2. In stap 2 ga ik uitleggen hoe je je benen kan gebruiken als je op je rug landt. Met je benen kan je namelijk precies richten waar je heen gaat. Stel je voor, ik wil 2 keer achter elkaar op mijn rug landen. Wijs ik mijn benen recht omhoog. Bij een pullover wil je naar achteren. Dus zou ik eigenlijk mijn voeten naar achteren moeten richten. Dat doen we niet meteen, dat gaan we opbouwen door middel van een foamblok in dit geval. En ik gebruik nu een foamblok, maar je kan eigenlijk alles gebruiken. Een t-shirt, een pet, felle schoenen, je hamster, maakt niet uit. We beginnen met het blok recht voor ons neus. Je landt op je rug en je trapt je voeten naar het blok toe, waardoor je als het goed is omhoog komt. Krijg je dit. Je rug, je trapt naar voren, naar het blok. Lukt dat? Ga je kijken of je het blok een beetje naar rechts of naar links kan verschuiven. Het maakt niet zo heel veel uit of je hem naar rechts of naar links doet. Ik ga rechts op. Ik leg het blok nou ietsje weg. Doen we nog een keer. Op je rug, trap naar het blok toe. Dit ga je langzaam opbouwen. Naar het blok toe. Leg je blok ietsje verder. En je laat je benen mooi hangen. Naar waar het blok ligt. En zo ga je hem rustig opbouwen. En uiteindelijk ligt het blok achter je op je rug, voeten naar achteren en je landt. Een tip, tijdens de pullover hou je knieën een heel klein beetje uit elkaar, want als je je knieën tegen elkaar doet, dan kan je met je neus op je knieën komen en dan krijg je een hele lelijke neus van. Dit is 1 manier hoe je een pullover kan leren. Nu hebben we nog een andere manier. Er zijn meer manieren om een pullover te leren. Brett heeft net zijn manier uitgelegd. Ik ga nu mijn manier uitleggen. Stap 1. De koprol. Je begint op de trampoline. Je gaat lekker laag staan. En je maakt de koprol. Let er goed op bij de koprol. Dat als je hem begint, je knieën ook weer uit elkaar hebt. Wij doen de knieën altijd uit elkaar. Dat doen we voor de veiligheid, zodat je je knie niet op je neus krijgt. Bij het turnen houden ze de knieën tegen elkaar, omdat dat netjes is. Wij zijn freestylers, wij houden ze uit elkaar. Bij de koprol moet je jezelf goed afvragen hoe je nou eigenlijk over de kop gaat. Je gebruikt je benen om over de kop te gaan. Dus je gooit je benen over je hoofd heen, waardoor je gaat draaien. Stap 2. Als je die koprol nou een beetje goed kan, dan ga je proberen om hem zonder je handen te gaan doen. Dan neem wat meer zekerheid. Stap 3. Lukt deze nou een beetje, probeer je hem van iets hogers te gaan doen. Wij doen hem altijd vanaf de groene rand. Je gaat op de groene rand staan en je gaat je benen weer over je hoofd heen gooien. Het begint een beetje laag. Stap 4. Als je deze ook lekker kan, ga je proberen om iets hoger te beginnen. En dan zal je merken dat je een beetje meer gaat stuiteren in plaats van rollen. Lukt dat nou? Dan kun je hem gewoon lekker vanaf de trampoline proberen. Op de trampoline staan. Je kunt een klein beetje erbij springen. En dan heb je de pullover.